Hartelijk welkom allemaal op deze eerste kerstdag bij toch weer een video over lasergraveren. Ja, voor veel mensen is kerstmis een familiegebeuren. Voor ons op zich ook, alleen ik ben getrouwd met iemand uit Oostenrijk, een hele lieve dame. En voor ons is vooral kerstavond belangrijk, dus we hebben kerstavond gevierd met onze kinderen en ons kleinkind. En dat houdt dan in dat je op kerstmis zelf, eerste kerstdag, tweede kerstdag, afhankelijk van de situatie wel of niet wat te doen wat hebt. Liefste zou ik gaan wandelen, het is prachtig weer. Echter, ik heb een langslepende voetblessure en op dit moment lijkt het me niet erg verstandig om dat te doen. Dus dan maar bezighouden met andere hobby's. Wat gedacht van lasergraveren. Vandaag ga ik dan ook maken een schatkist. Die heb ik gevonden op de website Thingiverse. Thingiverse is eigenlijk de bibliotheek voor 3D geprinte objecten. Maar wat je daar ook kunt vinden zijn zaken voor een CNC-router. En ook een aantal zaken voor een laser. En ik zag daar een video over op YouTube die iemand die dat maakte. En ik dacht van, hey, die kist vind ik leuk. Die ga ik ook maken. Ik zal de link naar dat Thingiverse bestand, want dat kun je downloaden zelfs volgens mij zelfs zonder lid te zijn. Want ik heb wel eens gedownload zonder dat ik ingelogd was. Ik ben wel lid, want ik plaats daar zelf ook dingen. Maar je kunt het ook downloaden dus zonder dat je lid bent. En ik zal de link daarvan onder de video plaatsen. Het is een remake van het origineel. En waar heeft dat dan mee te maken dat ik dan die remake pak? Nou, om te beginnen, de originele maker die heeft dit gemaakt voor hout van een dikte van 6 mm. Nou, mijn diodelaser die gaat never nooit, denk ik, 6 mm hout snijden. Al ga ik er 30 keer overheen met dat ding, dan denk ik nog niet dat ik er doorheen ben. Dus 6 mm is te dik voor me. Je zult zeggen, maakt dat niet zoveel uit, want je lasert van boven naar beneden. Dus object is, of dat nou de dikte verandert. Nou, het maakt in zoverre uit. Tot hier zitten zeg maar slots in het hout ingegraveerd, die zeg maar eruit gesneden worden, waarin zeg maar dan dat hout in de breedte als het ware in moet. En op dat, of even de dikte er als het ware in moet. Kijk, en dan maakt het natuurlijk uit of het slot 3 mm breed is, maar het hout wat ik snij is 3 mm breed, of dat het 6 mm breed is. Nou, dat is niet echt handig. Dus ik ben op zoek gegaan naar remakes. Nou, dat was niet zo moeilijk, want op die pagina stonden vanzelf ook de remakes opgesomd. En daar kwam ik er eentje tegen met 4 mm. Zoals zeggen is nog te dik. Ja, klopt. Of het straks gaat passen, weet ik ook niet zeker. Maar ik heb goede hoop. Want ik heb inmiddels al wel een heel klein beetje daarvan gelezen. En dat is redelijk passend in elkaar. Dus dat gaat redelijk goed. Maar er was nog een andere reden waarom ik er maar niet zoveel zorgen over maakte. Het is een download die bestaat eigenlijk maar uit één bestand, een DXF-bestand. En een DXF-bestand kan je importeren in Lightburn. Nou is dat DXF-bestand is dusdanig groot gemaakt dat het zeg maar veel meer bedoeld is voor een CO2-laser. Die hebben veel groter werkbed, meestal niet altijd, maar vaak hebben ze een groter werkbed. En daar komt bij dat ondanks dat ik een redelijk werkbed heb van 43 centimeter, maak ik altijd houten plaatjes als ik dat koop van 20 bij 20. Ik koop dus een plaat timmerhout, 3 mm dik bij de Gamma. Die kost, ik dacht, €6,09, iets in die geest. En daar haal ik dan 18 van die 20 bij 20 centimeter plaatjes uit. Dat betekende dat als ik het object uit elkaar haal, en ik ga dat zo meteen laten zien hoe je dat doet. Hè, ik ga zo meteen laten zien in de video hoe je zo'n DXF-bestand importeert. Maar ook hoe je het dan ungroept en hoe je het dan op maat en dergelijke kunt krijgen. Ik heb dat gewoon afgeschaald. Ik heb het afgeschaald naar ongeveer net iets onder 3/4 van de werkelijke grootte. Nou, 4 mm, 3 mm, dat betekent dus dat 3 mm is 3/4 van 4 mm. Nou, het is niet helemaal 100%. Maar ik heb het sowieso afgeschaald omdat het dan op die plaatjes van die 20 cm paste. Het had zelfs nog iets groter gekund, maar ik ben daar niet mee aan het fiedelen gegaan. Ik heb gewoon simpelweg dat gemaakt waarvan ik dacht van oké, dit past. En dat gaan we doen. Ik moet dus straks blijken bij het in elkaar zetten of dat ook allemaal goed past. Dat zullen we zien. En nog een ander dingetje. En ja, dat ga ik zo meteen ook laten zien.
Ga je laten zien hoe we snijden in feite. Ik heb namelijk de snelheden iets omlaag gedraaid. Normaal doe ik met een snelheid van 300 mm per minuut en dan 75 power snijden. Ik heb dat nu naar 250 mm per minuut en 75% snijden. Power snijden. Waarom heb ik dat gedaan? Omdat de vorige keer dat ik iets sneed, zat hij dan nog een heel klein beetje vast op een bepaalde plek. En dat wil ik toch voorkomen. Het heeft ook een negatief effect, maar in dit geval is dat niet erg. Want het negatieve effect van iets lagere snelheid is ook iets meer brandmerk aan de zijkant. Zodat je zeg maar iets meer op het hout, wat toch enigszins wit van kleur is. Ik weet niet of ik het kan laten zien. Dan zie je hier bijvoorbeeld iets meer brandmerk. Nou, als je wilt kan je dat eraf schuren, dat is verder geen probleem. Echter, in dit geval moet het een soort van kleine piratenkist worden, schatkist. Dan staat het juist wel leuk als dat soort dingen erop zitten. Goed, 250 dus millimeter per minuut en 75% power. Ik ga je laten zien hoe we en dit branden, maar eerst ga ik je laten zien hoe we in de software zorgen dat dat bestand wat we binnen hebben gekregen, dat we dat in Lightburn kunnen plaatsen, uit elkaar kunnen halen, zodat alle onderdelen in principe los zijn. Dat ga ik niet helemaal doen, maar ik moet zeg maar de dingen eruit kunnen halen die me te groot zijn voor die 20 bij 20 millimeter pla 20 bij 20 centimeter plaatjes. En dat gaan we dan zeg maar laserbaar maken. Nou, ik hoop dat je veel plezier hebt. Nou, we spreken elkaar zo meteen weer bij het resultaat eventjes. En tussendoor ga ik je laten zien hoe het werkt en hoe we lezen. Zo, lieve mensen, ik heb Lightburn geopend. Het DXF-bestand is gedownload en staat op mijn bureaublad. En het eerste wat we gaan doen, is ik ga eerst maar eens dat bestand importeren. Dat doe ik hier met de importeerknop. Dat is de vierde van links naast de diskette. En daarmee kan ik ook DXF-bestanden. En hier staat die Treasure Box 4 mm. En hier hebben we het object. En je ziet, het is al groter dan mijn printbed. Het is wat moeilijk te zien vanwege de kleurtjes die men gekozen heeft. Maar dat gaan we dan ook zo meteen veranderen. Dit is op dit moment, als het goed is, één object. Dus als ik het verschuif, verschuift alles. En dat is in dit geval even niet handig. Maar voordat we dat nu gaan loskoppelen, gaan we eerst naar de maat hiervan kijken. Ik ga die maat gelijk even een stuk verkleinen met even een kleine inschatting. Waarom doe ik dat nu? Waarom doe ik het niet als het losgekoppeld is? Omdat ik dan elk object afzonderlijk moet gaan verkleinen. Ik kan het beter eventjes goed verkleinen. Nou, wat ik doe is, ik ga hem tot ongeveer 300. En wat heel belangrijk daarbij is dat ik zeg maar dat slotje hier behouden heb. Want als ik dat slotje verander, dan doet hij misschien wel de horizontale grootte veranderen, maar niet de verticale grootte. En dat is niet handig, want dan klopt er van de formaten helemaal niks meer. Dus het slotje erop. En dan ga ik hem even naar 300 verkleinen in de breedte als het gaat. Zo, daar komt hij. Oké, prima. Hartstikke mooi. Ik ga ook gelijk even alles op één layer zetten. Waarom doe ik dat? Omdat het eigenlijk allemaal snijwerk is. Dus waarom niet alles op één layer? Alles gaat op zwart hier. Boom. En ik maak daar gelijk een lijn van. En ik doe de waarde gelijk veranderen. Want ik snijd natuurlijk wel met 75%, niet met 2000 snelheid. Ik snijd in dit geval met 250. Daarnaast ga ik er 4 keer overheen. Zo. Net zo gemakkelijk. En dat is wat mij betreft voldoende. Dus dan zeg ik okidoki. Dat is mijn snijopdracht. Maar dit is geen 20 bij 20. Dus dit gaat niet op een plaatje van 200 mm, zeg maar. Dat werkt niet. Dus ik moet het gaan loskoppelen. Dus wat ik nu ga doen, ik ga hier naar boven naar Ungroup. En als ik nu even ernaast klikken, DVD selecteren en weer opnieuw een object selecteren. Dat is in dit geval alleen dit rechthoekje, zeg maar. Dan zien we dat hij een hoogte heeft van 137, 355 bij 74. En ik heb plaatjes van 200 bij 200. Dus we kunnen rustig naar de 160 toe, zeg maar. Dus we kunnen de grootte nog iets veranderen. Maar dat ga ik niet nu doen. Ik ga eerst dan weer alles groeperen. Want anders dan krijg ik dus dat hij dus uit verband getrokken wordt. En dan ga ik die. En dat hoeft niet in de hoogte of de breedte te zijn, want je kunt objecten kantelen.
Ik ga nu, want dit is 214, dat betekent, nou, dit is 137. Ja, ik ga het gewoon 200 in de hoogte, nee, want dat is het al. Zal ik eens doen. Laat ik een hoogte doen van 170. 17 centimeter. Je zult zien dat de breedte ook gelijk meespringt. En dit is dus niet handig, hè, wat ik nou doe. Dus we gaan even terug. Want we hadden gezien dat deze, alleen deze die hoogte. Dus we kunnen eigenlijk omhoog. We gaan naar 260 of zo. Laten we dat maar even doen. Zo. Nu gaan we even weer degroeperen. Pakken we weer even alleen dat ene object. En nu zien we dat die 166 is. Oké, hier ben ik tevreden mee. Want dit kan ik makkelijk op een plaatje van 200 krijgen, zeg maar. En dat zal met de rest ook gelden. Nou, wat ik nu ga doen. En dat is misschien iets wat je nog niet wist. Ik ga een nieuwe lightburn openen. Nu heb ik dus twee lightburns. Eentje met het object erin. Eentje die leeg is. Wat ga ik daarin doen? Daar maak ik een vierkant. Ja, en of die nu op dit moment vierkant is, maakt nog niet uit. Want ik ga hem natuurlijk resizen. Hij moet namelijk worden 200 bij 200, dus ik maak het slotje open. Ik zet hem 200 bij 200, want dat is de grootte van mijn werkveld. Dan sluit ik het slotje. Ik zet het gelijk ook op een toolpad, want het is een toolpad. En wat we gaan doen, we gaan hem in het midden plaatsen. Dat staat hier nu niet. En dat kunnen we hier linksboven zien bij positie op Y en positie op X. De positie op X, en we hebben een X-as van 400, dus de helft is 200. En de Y is 430, dus de helft is 215. En nu staat hij precies in het midden van ons veld. Mooi. Hierin moeten de verschillende objecten komen. Dus als ik nu naar die andere toe ga, dan pak ik zeg maar eerst maar eens even deze hier. En die kopieer ik. Dat kan je met Ctrl-C doen, maar dat kan je ook met bewerken kopiëren. En hier zo met bewerken of met kopiëren enzovoorts. Ik kopieer hem. Ik ga naar die andere toe en ik plak hem daar erin. En ik positioneer hem dus ergens in mijn veld, zodat ik ook nog ruimte over heb voor een volgende. Ja. Even kijken, dan kan ik deze weggooien. Nou, dat doe ik. Die is footsie. Zie je dat? Makkelijk. Hier hebben we nog twee van die objecten. En dit is een hele tricky one, zullen we zien zometeen. Ik doe wel hetzelfde. Ik ga Ctrl-C doen. En ik zet hem in die andere erbij. Komt mooi uit. Zo, hartstikke fraai. Dit is één plaatje gevuld. En deze zou ik al op kunnen slaan, maar doe ik nog niet. Ah, wacht even. Dit gaat trouwens verkeerd. Grappig, dat zie ik zelf ook natuurlijk. Ik doe ongedaan maken. Ik zet hem even terug in zijn originele positie. Dus op die andere pagina. Waarom gaat het verkeerd? Er zit hier namelijk een heel klein dingetje in. En dat moet meegekopieerd worden. Dus wat doe ik nu? Nu selecteer ik alleen deze twee objecten. En die groepeer ik weer. Oké. Dat doe ik dus zodat nu deze twee samen zijn. Dat zullen we ook zien. Oké. Dus nu kan ik Ctrl-C doen, ik zet hem in die andere. En dit soort dingen moet je dus op letten. Hè? Dus je moet heel alert zijn als je bezig bent met dit soort zaken. Dit zou ik al op kunnen slaan, maar ik vind het natuurlijk leuk als er tekst in komt. Dus wat pak ik? Ik pak mijn tekstbestand en ik zeg, dit is van Pietje. Er staat op mijn ding wat anders, maar daar moet je niet druk op maken. Dit is van Pietje. Dan kan ik hier het lettertype daarvan veranderen. Zo. Zullen we doen. Laten we deze maar even doen. Ja. Die wil ik op een vul hebben staan. Terwijl die andere, dit is eigenlijk, dit moet een andere kleur zijn. Want dit gaat een vul worden. Dus die maak ik blauw. En wat heel belangrijk is, is dat zeg maar de zwarte, hè, die moet natuurlijk nog opnieuw ingesteld worden. Want dat was, we zaten net in die andere, had ik dat wel ingesteld. Maar hier nog niet. Dus ik maak hier weer 250 van. En ik maak daar een lijnweergave van. En ik zeg vier keer eroverheen. Want dat was wat we ingesteld hadden. Hoppakee. Zwart heeft dus nu de juiste instelling. De tekst van dit is van Pietje. Het eerste wat we gaan doen, we gaan hem draaien. En zodanig, dit is de onderkant. Die kantelen, zeg maar even. Dus hij moet zeg maar 270 graden gedraaid worden. Zo. En dan sleep ik hem in het midden van datgene wat ik wil doen. En daar maak ik een vul van.
Alleen die ga ik natuurlijk niet snijden. Die ga ik engraven, dus graveren. Dus wat doe ik? Ik doe zelfs vul en lijn, zodat ik een buitenlijntje erbij krijg. En dan dubbelklik ik die waarde. Ik zeg 2000 bij 60. En dan nou geen constant power, dat hoeft niet. Ik doe wel 90 graden graveerhoek. En we hoeven er natuurlijk maar één keer overheen. Zie je dat je heel goed op moet letten. En voilà. Nu zou ik deze dus al op kunnen gaan slaan als met een bestandsnaam. Dus ik kan zeg maar zeggen opslaan, opslaan als. En deze heb ik genoemd schatkist 1. Goed, zo maken we die plaatjes dus. Hè. Dus op het moment dat die opgeslagen is, gooi ik dit simpelweg weg. Want het is al opgeslagen. En ga ik met deze settings zometeen weer een nieuw plaatje maken. Maar even terug naar het basisbestand. Want die kan dus nu ook weg. Die hebben we ook gebruikt. Dan moet ik de volgende gaan doen. Maar dit hier, dit zijn lijntjes. Hier is nu, kijk deze ook. Dit lijntje is eigenlijk een lijntje wat vastzit aan die ander, zeg maar. Dus als ik dit eruit kopieer, dit stuk, want dat is ook een stuk wat op een plaat komt, dan valt deze lijn, deze linkerlijn van die smalle stukjes valt weg. Dat is net hier met die rechter. Dus wat doe ik? Ik pak mijn pijltjestoets, of mijn tekentoets, en ik ga dat lijntje even terugtekenen. Voorzichtig zijn dat die ook goed getekend wordt. Goede grootte. Zo. En wat ik dan doe vervolgens, is de zaak selecteren. Sorry, dat was niet de bedoeling. De zaak selecteren. Zo. En dan met deze knop hier aan elkaar solderen. Welden. Aha. In dit geval gooit hij het weg. Dat was even niet de bedoeling. Dus even terughalen. Want ik wil namelijk deze lijn, die moet daaraan vastzitten. Nou, het maakt zo te zien niet eens uit, want al die lijnen zijn losse lijnen. Zie je dat? Dus het maakt niet eens uit. Dan is het nog makkelijker om ze gewoon te groeperen nu. Maar eigenlijk moeten we dan eerst ook direct die linkerkant eraf halen. Dus eigenlijk gaan we nu aan de linkerkant zouden doen. Dus we gaan die linkerkant die gaan we helemaal selecteren. Tot en met die lijn. Daar moet ik wel even mee oppassen. Dat kan ik eigenlijk niet op deze manier. Ik moet het vanaf de rechterkant doen. Dat heb je van mij geleerd, als het goed is. Nee. Want ik wil ook al die blokjes en zo mee pakken. Nu zou die dit allemaal moeten hebben. Ctrl-C, pakken we weer een nieuwe pagina. Zet het daarin, we zien dat dat klopt. Ja, dus dit is ook weer een kant-en-klare die daarin kan. Ga ik terug naar het origineel, gooi ik die weg, heb ik hier hetzelfde probleem met die lijn, zie je dat? En dat moet ik dan dus ook doen. Die moet ik ook weer dicht tekenen. Zo. En daarmee hebben we ook deze te pakken. Nou, bij die van net gaan wij ook weer een van deze objecten toevoegen, zeg maar. Dat doen we. Oh, dat moet natuurlijk niet. Dus we pakken deze mee. Pakken we C. Die gaan we in die andere zetten. Moet ik alleen wel 90 graden draaien. En voilà. Dit wordt schatkist 2. Zie je dat? Wel steeds in de gaten houden dat die power en die snelheid goed is. En uit het origineel weggooien. Totdat ik uiteindelijk alles gedaan heb. En alles in plaatjes heb staan. Dan kan ik je vertellen, het komen 4 plaatjes van 20 bij 20 centimeter terecht. En dat is wat we uiteindelijk gaan snijden. En dat geheel moet dan zometeen leiden tot een schatkist. We gaan elkaar terugzien bij de laser. Om te beginnen zie je op mijn werkblad dit rooster liggen. Het is een afdruiprek dat ik bij de IKEA gekocht heb. Als je gaat snijden is het buitengewoon belangrijk om eigenlijk te zorgen voor luchtcirculatie onder het gesnedene. Zodat zeg maar bij het branden, die ook echt er doorheen kan branden. Daarbovendien is het ook zo dat het zeg maar dan ook het werkbed wat minder zal beschadigen. Nou, dat is bij mij al voldoende beschadigd, dus verder ook niet zo erg. Want als ik die plaat omdraai en ik laser dat raster er weer op, dan heb ik gewoon weer een goed werkende plaat natuurlijk.
Ik heb dus simpelweg bij de IKEA een afdruikrekje gekocht en dat werkt perfect. Je hebt ook, die kun je ook kopen, honeycomb bed. Dat zie je ook bij CO2 lasers, daar wordt dat vaak standaard al meegeleverd. Alleen het is A, redelijk duur, B, om het dan in de juiste maat te krijgen. Is dit toch wel iets goedkoper. Ja? Daarnaast, hier zit wel een klein probleem mee. Bij datgene wat ik moest laseren, zitten ook lange, of uit moest snijden zeg maar, zitten ook lange latjes als het ware. En ik had ze eigenlijk in deze richting gelaserd. Maar dat betekent dat misschien zeg maar, want ik kies normaal gesproken voor 4 keer over de lasersnede heen te gaan zeg maar, met, als ik hout wil snijden. Als hij al bij de 3e keer zeg maar loskomt en eruit valt, en dat gebeurde bij een aantal van die stukjes, dan is de 4e snede, die gaat over een stukje hout waarvan ik eigenlijk niet wil dat hij er overheen gaat. Omdat die zeg maar niet meer in positie ligt. Dus ik heb dat vel heb ik opnieuw moeten laseren. Ik moet in totaal 4 van die vellen van 20 bij 20 centimeter laseren. Ik heb er dus 5 gedaan. Die ene is dus mislukt eigenlijk. Ik heb simpelweg het object 90 graden gedraaid, zodat hij het in deze volgorde lasert. En dan gaat dat een heel stuk beter. Dat ging eigenlijk perfect. Oké, wat gaan we doen? Ik ga mijn plaat erop leggen. Ik doe de plaat eigenlijk op deze manier erop plaatsen. Hij moet zomaar in het midden liggen, maar daar maken we ons nog niet druk om. Hij ligt ruw weg in het midden. Ik ga naar mijn software. Dat is op de computer, dat zie je op dit moment niet. Maar ik ga daar even het volgende bestand openen wat ik moet doen. Want ik moet dus meerdere bestanden laseren. Zo. En nu ga ik op de laser, in de software zeggen, in Lightburn zeggen, waar ik wil dat zijn positie naartoe gaat. Ik ga hem op het linksonderste hoekje van mijn toolpad zetten. Even kijken. Zoiets. Zo. Vervolgens druk ik de Fire-knop. Die komt in de volgende les van de training voor beginners voor Lightburn tevoorschijn. En dan ga ik mijn hout zo plaatsen dat het precies op dat hoekje zit. Dan ga ik dat kadreren. Dus ik ga een kader trekken met de laser aan, zodat ik kan zien waar ongeveer. Dat hij niet helemaal recht ligt is niet zo belangrijk. Nou, hiermee kan ik beginnen met het laseren. Dus dat wil zeggen, safety glasses op. Aanzetten. En ik laat u heel even meekijken naar het proces van het laseren. En hij gaat dus 4 keer over zo'n object. En daarmee zou hij een heel eind heen uitgesneden moeten zijn. Nou, ik ga terugkomen bij u met nog misschien wel een video om even wat te laten zien hoe die snijdt. En dan gaan we straks het in elkaar zetten van die schatkist doen. Hier liggen dan alle objecten die in elkaar moeten worden gemaakt. Ik weet ook nog niet helemaal hoe dat moet. Dat ga ik eerst even uitvinden. En dan ga ik dat laten zien. Nou, laten we ons beginnen met de 4 bodemstukken. Dit is de bodemplaat. Daar horen deze zo op. Dit is de achterzijde. En dit zijn de zijkanten van de kist. En die moet ik gaan verlijmen in elkaar. Dus wat we gaan gebruiken is houtlijm en wat houtklemmen. En ik heb eventueel een heel klein vijlsetje erbij gepakt
voor het geval dat ik eventueel iets zou moeten uitveilen. Ik ga het eerst in elkaar zetten, want het heeft geen zin om heel erg naar mijn gepriegel te kijken. En zodra dit in elkaar zit, kom ik bij je terug. We zien aan de binnenzijde van het kistje wat sporen van de houtlijm. Daarvoor pakken we gewoon wattenstaafje en smeren die houtlijm uit en eruit. Want al het overtollige hebben we natuurlijk niet nodig. Zo. Nog niet klaar hoor, maar. Alles op de video zetten is ook niet nodig natuurlijk. Al ben ik met het boksje bijna klaar. Tenminste met de onderkant van het boksje. Dan krijgen we het lastigere werk. Het volgende deel bestaat uit het deksel. Dit zijn de buitenkanten van de deksel. Deze komen er in het midden te zitten en al deze dingen komen daar overheen gemonteerd te zitten. Nou, dat ga ik weer even doen en dan kom ik weer bij je terug. Zo, de bovenkant van het dekseltje is klaar. Dus al die latjes die zijn er nu op verlijmd. Hou in de gaten dat het aan de voorzijde er drie zijn met drie gaatjes hier. Die moeten dus ook vrij blijven. Daar komt straks een soort van hengseltje in. En dat geldt aan de achterkant ook. Alleen daar hebben we er drie met vier gaatjes. En die drie gaatjes moeten vrij blijven, want ook daar komt straks iets van een hengseltje in. Dus, dat is het eerste. Vervolgens moet ik nu nog de zijkantjes erop lijmen. Ga ik weer even doen. De deksel zit ook in elkaar. Moet even drogen allemaal. Hier hebben we de onderzijde inmiddels van de box. En daar gaan we beginnen met de hengsels op te maken. En dat gebeurt op de achterzijde. En daarvoor worden gebruikt, als ik het goed heb gezien, want dat zijn er namelijk zes. Deze kleintjes. We hebben nog een heleboel andere kleintjes liggen zoals je kunt zien. Maar deze kleintjes worden hiervoor gebruikt. En die ga ik er vast opzetten. En zodra dat klaar is, ben ik weer bij je terug. Op de achterzijde van de box zijn nu de hengseltjes gemonteerd. Nu gaan we op de voorkant het oogje maken waar het slot straks doorheen kan. Dat wil zeggen hier doorheen, door deze opening en dan verlijmen. Dat is nu ook klaar. Gaan we naar de deksel verder. En op de deksel hebben we de situatie dat we op de achterzijde dus vier gaatjes hadden. Ook daar komt een hengseltje op. En op de voorzijde net zo. En dat ga ik nu doen. Nu komt eigenlijk het lastigste van het hele verhaal. Want we moeten door die kleine gaatjes die je hierin ziet zitten, moet ik eigenlijk iets van schroefjes kunnen maken. En dat ga ik proberen. Dat doe ik met deze dunne schroefjes. Maar die zijn iets te dik voor het gaatje. Dus ik ga met een vijltje even erbij pakken. Ga ik die gaatjes net groot genoeg maken om die schroefjes er doorheen te krijgen. Dit is eigenlijk de uiteindelijke montage van het geheel. En zo ben je terug. Zo, ik heb schroefjes gevonden om alles vast te maken. Ik weet dat schroefjes misschien niet mooi zijn, maar dit was voor mij nu even de makkelijkste manier om het te monteren. Nu gaan we de deksel achterop de box monteren, op dezelfde manier. Aan het slot van het verhaal gaan we het kistje nog met antiek was insmeren. Dat gaan we nu doen. En daarna bouwen we hem definitief in elkaar. Eerste zijde. En dan is er wederom een project afgerond. Dit is de achterkant.
kant netjes maken. Even de onderkant mee gaan nemen zometeen. Schop leggen. Zo. Dit is allemaal om het een mooie finish te geven natuurlijk. Dat is duidelijk. En als ik klaar ben met het alles in de was zetten, kom ik bij u terug met het eindresultaat. Met het in elkaar gebouwde schatkistje. Totdat we zover zijn, zie ik u zo weer terug. En hier is dan het eindproduct. Een schatkistje. Die natuurlijk open en dicht kan. Wel heel voorzichtig. Ik wil ook iedereen die ooit dit wil gaan doen met 3 mm hout. Ik ontraad het je. Het is namelijk vrij lastig met 3 mm hout. Het hout knapt te snel. Vooral die scharnieren hier. Maar in elk geval. Je ziet dat met een beetje goede wil. Een beetje doorzettingsvermogen. Is het wel degelijk wel mogelijk. Om die schatkist te maken. Ik hoop dat je het leuk vond. En tot een volgende keer. Dag.